Bart in Grauw vanuit het Kofschip. Eten en drinken en interviews. We hebben er nog steeds zin om, net, Riks. Jazeker. En ik zei, 12 man aan de tafel. Ja, tartoe, jongens. Ja, nee, zeker. Nee, praten moeilijk. Praten moeilijk, hè? Ja. Tenminste, maar kunstje binnen. Oh, ja, nee, dat heb ik les van. Bij je les van. Arjen Andringa en Freddy van der Heijden onder de desk. Arjen natuurlijk met name van de keersvereniging Het Wetterloon. En Freddy van der Heijden met name van de twee gebroeders. En natuurlijk badminton, de drie gebroeders. Het helder in. Ja, de drie gebroeders. De drie gebroeders. Scootje hebben we dan hoor. En badminton. En badminton. Raken. Ja. Ik dacht, raken. Nou, best even wel. Ja. Nou, zullen we dan eens eerst beginnen met Freddy? Want zijn badmintoncarrière, die koek nog net. Dus ik denk dat ik hem het eens even nog hebben. Voor je badmintoncarrière? Ja, ik wist skipper, IFKS. Ik denk dat dat plaatje klopt. Maar dat wist ik gewoon nog maar record. Ja, maar badminton, dat heb ik vroeger beter maar begonnen. Ik weet, ik kiep die niet eerder van jou, van BFC. Dat hij van ik maak er sport bij hebben van reactie. Oké. Okay. Dat een badminton was. Ja, dat weer een goeie. En wat ik correct baseerd, zou zeggen wat vaker gebeurd is in mijn carrière. Maar toen ben ik bij badminton bloeien en ik vind het altijd een fantastische mooie sport. En ik had het al, ik denk dat ik al 24 jaar door, maar ik vind het een geweldige sport. Het is voor mij weinig jongen liggen uitje. We hebben een hartstikke leuke club. Nou, mijn buurman hier, ik krijg Arjen de. Op een ziklid we. En ik heb met hier praten over. Zeer markeerd. Ja, nooit. En dat is ik. Ja, in de winter is dat mooi. Ja, sorry, die kwam wel een beetje op. Dat het keersen en het webcon, wat een combi. Of een abonnement van meurtjes uit, want het biedt elkaar net, het vult elkaar juist om. Ja. En simmer door je dan keersen en je weet het door je badminton en je moet net elkaar de lijn uitstoken, maar je moet elkaar eigenlijk versterken. Ja, maar ik denk dat was daar al een punt haast van inderdaad in de winter hoor ik wel wat en dan is een indoor sport natuurlijk ideaal. Ja. Ja. Denk ik ermee. Ja. Ik ben gewoon mijn buurman ook denk ik, want die had. Nee, ik ben er wel Nou, wat deed je? Ja. Wij kennen je zeer wel tekenen. Ja, hom had er wel van dat ding samen. Ja, en dat is gewoon aan elkaar. Ja. Maar maakt hem als je al een verdering kan natuurlijk. Ja. Dat zeg ik even. Je moet hem aan elkaar, je moet elkaar net de leen stoppen, maar je moet elkaar helpen en als je elkaar vertegenwoordigen kennen en verbeteren kennen en helpen kennen, dan moet je dat nou weer. Dan moet je warm. Denk ik. Dus Arjen, nou op badminton er even bij en hoe bevalt dat nou? Goed. Ja. Heel wat oors, maar. Het is wel slaan natuurlijk. Ja, wel slaan. Ja. Maar was er meer op toe binnen de KV het Wetterloon om ik naar het badminton had ik in raken? Ja, Sophie ben ik natuurlijk aan het zoeken en ideeën en dat mij misschien de komende tijd mij dan maar gewoon doorgeven maar de badminton club dat dat in de ring van de tijd maar dat zien hoe vier dat we daar in komen. Ja, dat is terecht dat schrijf je dat op. Ja, maar zo net alleen maar nooit ik elkaar sterk kennen, maar dat moet ik maar zien door het weer binnen de bestuur. En als die een ophoor, nou zelf hoor ik volgende keer op voor je voorzitterschap van de Badminton Club. Maar vind nou maar een in bestuur vrijwilligers. En even een simpel voorbeeld. Iedereen heeft op zijn manier druk. Ja. Iedereen heeft wel wat andere dingen. En om bestuurfuncties. Nee, net wel zei dat je dat warm wordt, maar het zou misschien wel een idee werden. Dat je elkaar helpen kan van. Ja, jongen, we hebben een penning maar die man die is ook goed. We kennen al twee clubs. Van de kinderclub, maar ik kreeg van de Badminton Club man. Ik neem het cijfer een mooie. En dat ben van je dingen. Ja. Dat heb ik geen idee. Weet je net maar. Nou, waar weet voor de toekomst. En begin ik nog een webromsje, hè? Nou ja, zeker. Ja, want, dat draait het om. Ja, dat draait het om, hè? Ja. 2014, even voor het keertsen. Hichtepunten voor de keertsclub in Grauw. Ja, nou, in keertsbeert. Ze hebben een prote jeugdleden. Dat is natuurlijk al helemaal een bondenslag voor u. En daarbij sprong ik ook de vierde prijs voor de jongens. Of de Nederlandse kampioenschap sprong eruit. En de derde prijs op de NK voor de vrouwen. Ja. En we gingen naar de zware prijs bij de FB Oranje Woudenburg. Ja, er zit wat talent in bij de jeugd, en hè? In jouw leden van u die op een PC moet in, twee bij de man en twee bij de vrouw. Oké, okay. Dus ja. Het is zeker leuk om dat ik maak. En die ik maak door om de prijs. Ja. Ja.
Nee, maar dat, is, dat verrast mij dan inderdaad wel. Dat die grootste namen voorbij komen op die lijst en denk zo, er zit wel talenten bij. En betjutte die ik nog op een gebied wat voor de club, dat ze training jou on on ban of Nou, ze zijn normaal binnen het waar nou, van Boeten uit gegaan, Martijn Olijnsma en Aron Anema. Ja. En nou, ik denk dat ze die maar eerste keer ben en dan krijg je in de grauwkamer. Ik ben natuurlijk dat hij straks ook voor de vrienden wil gaan worden. Ja, want dat spreekt natuurlijk wel om, want ik voor jeugd. Ja, ja. En hoe, want de sites van hen heel soort jeugd. Hebben er een speciale actie voor Hoorn of zo? Want het is toch wel bijzonder dat de jeugd krijgt zo onloopt. Het is een hele actieve jeugdcommissie en die hebben gewoon grote willen en zoeken die erbij natuurlijk ook. Dus, ja. Had ik dezelfde wijs bij de vereniging en dat is bij het Geertse sowieso en dat loopt ik meestal. Ja, nou mooi man. Ja. Hey, en voor het komende jaar, wat ben je een plan of doelstellingen? Nou, we zijn al vroeg dat keer. Oké. Ja, het is altijd de koffiedikke zien natuurlijk van wat er om het seizoen mee begint. Maar, ja, gewoon het verste ding, de merkenpartijen en dat soort dingen. Dan ben ik altijd echt op een dag. Ja, en gezelligheid. Ja, wat keer. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja. Jij hebt wel een sport, ja. Maar bekeert ze wel extra, vind ik. Hè. Dat, oh, ja? Ja, persoonlijk vind ik dat, ja. Maar we willen serieus ballen. Ik wil hem maar voor de maar op een of andere manier is het altijd koppelen ik aan een dorpsfeest of zo. Er is vaak wat omheen. Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Nee, oké, dat is alleen maar goed. Ja. Maar het veld loopt altijd goed bij, nadat alles weer door de kop is. Hè. We praten over een periode waarom al. Ja. Maar het verdot zij goed, het veld. Ja, verdomme, ging alleen maar. Dan kent alles de Wurmaat op samen, maar dat hoorde dus net. Ja, okay. Mooi. Nou, Lydia. Nou. Freddy, de drie gebroeders. Gewoon in 2014 helemaal zat wijzen, mat. En in de toekomst met de drie gebroeders, ik zonder Freddy van der Heijden, dan lees ik ergens in de wandel gaan. Ja. Of water zijn in de wandel gaan, wat verstaan. En ik ken ook Krek, ik werd daar zeker opgehaast als voorzitter van. Sinds wat in een dip, Freddy? Nee. Ik mooi zeg wat een carrière moe switchen, hoor. Zeg wat dat ze mooi zeiden. Ja, ik had altijd zo'n van 2015, dan is het schoetje 100 hier. En dat is sowieso mijn laatste jaar. Dan heb ik het lang aan dingen. En dan, net dat er opvolger kreeg die dat ook niet meer zult. Dat weet ik net hoe dat komt al leren. Maar ik altijd zo, dan heb ik het lang aan dingen. En er zijn meer dingen op deze aardbol dan alleen maar het koetjes jongen. Ja. En dan ben er sommige schippers bij uit de IFK-la of uit de IFK-la die er ook op denken. Maar er zijn maar weinig. Maar uit 30 jaar dingen heb ik al 84 ben ik met het koetjes jongen begonnen. En dan ben ik een jonge schipper geworden. En dan heb ik blijft ik langer naar dingen. En ik blijf wel nog bij familie in Amerika zitten. Daar wonen ook in Kraken. En mijn vrouw had in Californië op zijn uitschool zitten. Daar wonen ook in naar vrienden en kennissen. Oké. Okay. Ja, nou ja, een week naar Amerika is wat kwaad. En dan wordt het nog wat langer. Maar ja, maar het goed is, dan ben je al 2-3 weken ben je kwijt. En dan wil ja, dan het allemaal weer verorie. Ja. En om te zeggen van nou, ik had één hier hakt me op en dan valt hij maar weer. Nee, ik is maar 2015. Schip 100 hier. En hij van microfoon 100 hier dingen van microfoon. Ze beleefd het misschien wel, ja. Oh, weet wat, dus nog één keer knallen. Ja. Maar zie je, de oude hier heb ik wat dat betreft persoonlijk een net zo'n leuk hier gehoord in die zin van ik hoor zelf niet skipper in, want ik zie mooi een nekhandia. Ja. Die hebben me opereerd en dus ik ben alle ellende weet van kwijt. Dus voor het van die hier, mijn waarnemer, de schipper, Jan Waterna hier toe aan. Nou, die had het hartstikke bij dingen, de achterplakje mooi midden, ik mis mee.
Maar zeiden, we hebben dat net zo volle getraind. Dus wat dat betreft, we hebben eindigen binnen dat die heren met ik ongeveer op duurzaam plakje. Dat zie ik zelf wel eens kan. Maar hij krijgt je toch 1 januari binnen te trainen? Ja, de SK, nou ja, dat bij Grauw heen. Maar ja, die wordt dan dus kampioen. Die wordt ik wel kampioen. Ja, ja, dat zou wel niet. Dus misschien. Nou, we hebben net op een helling, dat zullen we hebben dan. Oh, ja. En dan, ja, we moeten even op een helling even bij Peter de Vries van Jonas. Dan lezen we elk hier in binnen en dan schep in opknappen. En we krijgen hier naar je volk voor. Dus dan, en ik ga nog wat verhoringen bij mij geleden. Ik ga er weer een oude man, die komt erbij. Mijn leert hier, mijn Rick Schuller, mijn die commerciële jongen, die heeft die periode weer lijn ophouden. Ja. Zit ik in bestuur van de Leltercommissie. Leltercommissie is goed. Maar hij zei, daar is toch het leert hier, dan, en dan wordt het een keer mooi knallen. Nou, ik zeg, dat doe, hè. Dat belooft wat. Ja, zeker, we gaan naar je voorkruiden voor. En dat, nou, ik hoop dat we er nog wel oordenken even wat vaart dikker, wat knallen dit hier, wat meer trainen. Nou, dan moet ik ook komen, denk ik aan dat. Nou. Tegen weten, zeker. Samen zijn we sterk, of net dan. Dat bedoel ik. Hey. En we hebben een prachtige ploeg. En nog een jonge knaap gebied om behoord even. Hè. Luc Wouw, daar zien zijn zoon Rico, die kwam spontaan bij mij naar door van Frit, ik wil graag mooi Faro Likertat. Altijd had ik een beetje. Nou, jonkie vroetje zeg je niet. Maakt hij dan een pijlen? Wat maakt hij dan? Nee, jongen, nee, in de roef weer. Oh, die is in de roef. Ja, de dame in de roef is gewoon terug naar het zwart. En we hebben wat rolleren. Er zijn 2 jongen bij die het een dubio kennen, nog wel mooi. Qua werkzaamheden, die een baan kregen en Martudi. En drok. Ja, dan hebben we wat scholen. Ik ben een jongen erbij. Misschien Mark Brouwer, die ik zit hier. Mark Brouwer, die Grauwboy. Ik een jonge knaap, die hoor aan mooi. Nou, we hebben een mooie jonge ploeg. En ik ben een gezellige ploeg. Ja, leuk. Ik ben belangrijk. Ja. Ja. Oh. Nog even hoe dat morgen keert. Arjen, dat door de cijfer tussen trok. Hoe gaat het dan mooi? Dat doe je volgens mij hier in de gymnastiek heel erg. Ja, hoe gaat dat? Van de morgen krijgen we zijn die eerste nooit gehad. Oh. Ja. Van 10 man en dat is hartstikke leuk om te doen. En dat is van badminton is dat ook hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Dat is goed voor de reactie in ieder geval. Ja. Dat is dan gaat het sneller dan de morgen keert. En dat is eigenlijk een keer schermwollen. Kom eens gedeeld even naar www.veteran.nl schermen. Iedereen kan maar mooi gaan. Het is heel indrempelig. Ik heb een spats van mooi en ik heb mooi gaan. Zachte bal. Zelf hoeveel keer mooi gaan. Ja. Ik bedoel wat. Nou, we hebben het verder net uitgebreid gewoon raken, maar de tijd zit er bijna op. Ja. Maar door dat doorgeven. Ja, best genoeg. Ik wil trouwens vanuit dit plak alle raken met tien dankzij ze. En dan een speciaal Saskia Christ, Luswijn, die het op een voortreffelijke manier elke tijd werd en elke wedstrijd meekeurig naar metaal heeft. Dus gewoon naar de redactie van Sporting Grauw. Chapeau. Ik zal het in de oor brengen en ik moet zeggen dat er neemt dingen op. En natuurlijk door het bestuur, door het nou. Maar er neemt wel dingen op die neemt altijd wel een voortouw binnen de club. En wat die organiseert, die maar en maar die jeugd en altijd strak en altijd mee benaderen over. En dat vind ik super. Helemaal top in dat. Ja, super. Ja, nee, maar het is werkelijk weer een voorbeeld naar alle sportverenigingen hier. Elke wedstrijd, wedtropmelen, een verslag, foto's erbij, super. Dat steekt me heel zo in. Top. Hé, hey, bedankt, denk ik. Niet je nog maar even ooit. Wij brengen het even door. Lieve tijd voor Joop Spiekstra. Uit de Kela. Ja, daar gaan we. Wat zit er op het programma?